Ik had een artikeltje geplaatst, daar kwamen zoveel gedachten bij. Zoveel denkbeeld en als mensen hun bewustzijn beginnen te verhogen, zullen hun waarnemingen geleidelijk aan ontvankelijk worden voor een realiteit van hogere frequentie. Dan beginnen ze te zien, horen en voelen wat anderen niet zien. Kijk, dit is precies waar mensen die de ham hebben. Dat is precies wat het is. Het begint met horen, daarna voelen, daarna begin je dingen te zien. Daarna ga je echt van een 5 zintuigen, begin je in één keer al je zintuigen te gebruiken. Dat derde oog begint in één keer te projecteren, je begint dingen te zien. Je krijgt engeltjes bij wijze van spreken op je schouder die je gewoon dingen influisteren. En het is niet op je, het is in je hoofd dat wat je hoort. Maar al wil je de hogere frequenties kunnen waarnemen, dan moet je echt jezelf naar een hogere frequentie brengen. Dan moet je echt wegwijzen bij de poppenkast. Echt de controlled opposition en zo, dat moet je echt gaan erkennen. De leugens moet je echt. Hoe meer waarheid er gesproken wordt, dan moet je de leugens gaan erkennen. En ze proberen echt op die 80%. Maar ondertussen zit er een kleine procent aan, wat jou maar. Ja, toch terugbrengt naar de lage frequenties. We gaan nu naar een hogere frequentie toe. De zon is ermee bezig, de maan is ermee bezig, de aarde is ermee bezig. Een heleboel planeten die zijn al in de hogere frequenties. Wij kunnen mee, maar we zitten in de storm en daardoor komen we heel veel terecht in die vierde dimensie. En die vierde dimensie, die heeft gewoon verschillende lagen. En de onderste laag daarvan, dat is elke keer waar jij je woede, waar jij je angst, waar wij je verdriet. Dat drop je daar allemaal. En zodra je door die vierde dimensie heen gaat, dat is echt als een soort van magneet. Als jij een lage frequentie bent, dan word je daarheen getrokken en dan blijf je daar al. Dus dan ga je ook gewoon niet de waarheid alleen nog maar kunnen horen. Dan trap je ook gewoon in dingen. Dan ben je niet. De zintuigen hebben dan die boost niet gekregen. Dan hang je echt nog waarschijnlijk in angst. En als je in woede hangt, dan zit er gewoon angst in je, waardoor je zo, ja, waardoor je dat boos zijn alles blijft doen. Terwijl, gooi dat boze naar streng. Begin echt te voelen hoe je een kind van 5, als die iets doet wat stout is, dan ga je een kind van 5 ga je niet helemaal boos en gek doen. Omdat die allemaal van je schrik, niet weet wat er allemaal gebeurt en alles. En dan ga je gewoon met je hart en met liefde maak je duidelijk dat hij iets verkeerd en dat dat echt niet mag. Op die manier streng kan je nu gewoon alles en iedereen kan je wijzen op hun dingen. En dat wat terug naar jou komt, als dat voor je ziel bedoeld is, dan is het een feedback, een positieve feedback waar je wat mee kan doen, maar ook niks mee hoeft te doen. Jij bent gewoon jouw pad en als iemand ja, verder moet gaan dan alleen de gevoelens en de gedachten, maar ook zijn emoties moet uiten. Soms moet je mensen bij hun gevoelens raken en daardoor dingen uitspreken. Maar het is niet de bedoeling dat je je emoties aan het uiten bent. Of je moet echt in de hogere frequenties hangen, je karma opgelost hebben. Dan kan je voorbij het strenge gaan. Maar het is echt. Ja, we zitten echt in die storm. Daardoor kom je gewoon in die 4D, kom je gewoon terecht. Ja, dat is net als waar je heen gaat als je gaat dromen. Dus je moet echt uitkijken dat je niet in een nachtmerrie terechtkomt. En ja, de dromen. Nou, je kan het oefenen, maar. Is toch hoe jij de gedachten, de gevoelens, de gedachten die jij hebt, wat in jou zit,
dat je de hele dag hebt meegemaakt, dat bepaalt uiteindelijk toch wel een beetje of er een droom of een nachtmerrie komt. Dus als jij trauma maar laat aanwakkeren via de overheid, als je maar naar Control the Opposition blijft luisteren die jou opjaagt, als je naar het nieuwe podium en dat soort dingen, het valse licht aan het luisteren bent, terwijl er gewoon echte pagina's zijn en echte mensen die bezig zijn met het spirituele, een hoger bewustzijn. Moet gewoon uitkijken dat als het 80% leuk is, dat je dan in ieder geval de 20% erkent. En dan gauw wegen hoe zwaar wegen die 20%, hoeveel doet het met mijn emoties. Als je met de emoties bezig blijft en niet met je gevoelens bezig bent. Ik bedoel die gevoelens die je krijgt waardoor je het idee hebt dat je iets moet doen. Laat dat in ieder geval leiden door het licht. En echt, breng je frequentie omhoog. En er zijn meerdere manieren hoe je dat kan doen. Het kan via je zintuigen, dus geef je zintuigen een boost en kijk naar een regenboog, naar de halo van de maan, het mechanisme van de plasmavelden wat om de zon heen hangt, dieren, kinderen, er zijn genoeg dingen om je frequentie omhoog te brengen. En zoek gewoon je rust, je moet die kalmte moet je gewoon in je hebben. Dus die angst die moet eruit. Die angst dat begint gewoon makkelijkst om die weg te halen is gewoon met liefde. Als je begint met jezelf te accepteren, van jezelf gewoon kan houden, dan maak je al een stap. Als je dan ook nog van andere mensen kan houden, zielen gaan vinden, weg bij mensen die zich alleen maar aangevallen voelen, mensen die niet met hun ego bezig zijn om dichter bij hun ziel te komen, maar eigenlijk alleen maar met hun ego bezig zijn om dat te versterken of zo. Op je gevoelens en gedachten, dat brengt natuurlijk ook verlangens. En die verlangens, ja, dat is precies waar je mee moet uitkijken. Zeker als het te maken heeft met met geld, het geld, het goud, die god, zeg maar. En dat is natuurlijk gewoon demonen, dat zijn die lagere frequenties. Die verlangens moeten gewoon puur zijn vanuit het licht. En je moet geen... Je moet echt mensen, zodra jij dingen gaat zien, moet je andere mensen daar ook van op de hoogte gaan brengen. Je moet mensen beschermen van het kwaad. En hun die het kwaad beschermen, dan moet je die karma dragen en dan misschien maar nemen als feedback en dan wat mee doen. Want zodra je blijft hangen om de Yahweh Matrix, maar mee blijft gaan met vals licht, niet de poppenkast overal aan het zien ben. Ja, dan blijf je maar in de lagere levels hangen van het 4D. En dan hang je er niet boven. En dan gaat het heel lang duren voordat er een deur voor jou open gaat waar je dan doorheen kan stappen. Echt, zodra jij wel bij die 5D terechtkomt, die storm van 4, daar kom je ook wel. Maar dan blijf je in de hogere dimensies, blijf je. Dan kom je niet in die lage. Dan kan je gewoon de leugens blijven zien. En het is allemaal zo makkelijk, maar het moet allemaal zo makkelijk zijn. Alleen de verleiding, die ligt er natuurlijk nog steeds. Echt, kijk voor karakters en persoonlijkheden die je leuk vindt, want die kunnen een masker dragen. Echt met de ogen, dat is toch wel de poort van de ziel, daar kan je dingen al herkennen. Mensen moeten echt groeien gewoon in bewustzijn. Breng je frequentie zo hoog als je kan. En
Je moet genoeg gevoelens en leuke gedachten hebben, herinneringen van je nichtje, van je kind, van een dier wat gek deed, een mooie regenboog die je gezien hebt, een land waar je op bezoek bent geweest om de natuur te zien. Er is echt zoveel dingen waar jij je gedachten op kan houden. De hemel komt de aarde, maar of is er al? Maar die ga je alleen waarnemen als je ook echt de hogere frequentie inhangt om de hogere frequenties te kunnen waarnemen. Echt begint te voelen wat je denkt, denken wat je voelt. Maak dat één met je zintuigen en ga echt waarnemen.